via Cultura Weekend Magazine, de wieken van de laatste molen in Dordrecht. Aangeschoven is Marianne, voorzitter van Stichting Kijk Over de Dijk. Ja. De enige molen volgens mij die Dordrecht nog rijk is. Ja. Ja, 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 in de afgelopen 800 jaar hebben er in Dordrecht 120 molens gestaan. Er is er maar eentje overgebleven. Ja. Dus die moet heel goed bewaard en gekoesterd worden. Ja, ik bedoel, hij is ook gewoon echt nog in functie. Ik bedoel, hij werkt. Hij, ja, ja tot nu toe wel. Hè? Ja, maar daar is een probleempje mee opgetreden, ja. Begrijp ik. Ja, ja. En dat probleem is gelegen in het feit dat achter de wieken zitten roeden in het midden. Ja. In die roeden zijn scheurtjes geconstateerd. En straks zal misschien Peter daar iets meer over vertellen. Want ja, die is technisch. Die schuift zo aan, die doet de echte techniek. Die is molenaar bij jullie. Ja. Dus die weet daar echt heel erg veel van. Maar eventjes, zonder dat we die techniek nu al induiken. Er moet echt wat gebeuren. En ik zag op social media langskomen dat jullie in ieder geval een doneeractie zijn gestart. Ja. Om te zorgen dat er geld verzameld wordt. Hoeveel is er nodig? Is er al in kaart gebracht wat de schade is? Ja, het is de verwachting dat het herstel van dit proces rond de ton gaat kosten. Waarbij over het algemeen molens rond de 60 en in het gunstige geval 70% subsidie krijgen. Ja. Maar je moet minimaal 30, zo mogelijk 40% zelf ophoesten. Ja, dus het denken is te simpel om als inwoner van Dordrecht om te denken van, we hebben nog één prachtige molen aan de Noorderdijk staan. Daar is wat mee aan de hand. De gemeente denkt van, mijn hemel, dat moeten we behoeden, we trekken de portemonnee. Zo, nee, maar zo werkt het niet. Hè? Nee, want ik ben al bij de gemeente geweest en die bieden wel aan om te helpen als het gaat om reclame te maken als we een actie starten. Ja. Maar geld, dat is niet aan de orde. Maar ik heb zelf eigenlijk, in de cijfers ben ik gedoken en Dordrecht geeft 90.000 mensen van 25 jaar en ouder. Dus ik dacht, als iedereen 50 cent geeft, zijn we al aan het bedrag. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Dus het is eigenlijk heel weinig. Ja, dat is wel een hele mooie rekensom. Ik zou mensen toch willen uitnodigen om die rekensom niet helemaal te volgen. Nee. En als u besluit te doneren, doe het ruimhartig. Aangeschoven ook de molenaar zelf. Ja. Welkom. Jij weet alles van de techniek van die molen af. Wat is er nou precies gebeurd en wat is het gevolg van die schade voor het operationeel kunnen werken? Ja. Wat er precies is gebeurd, er is nog niet zo heel veel gebeurd. Daar zijn we gelukkig op tijd bij geweest. Maar het was het gevoel bij de molenaars dat er iets met de wieken aan de hand was. En met name de roeden van de wieken, dat zijn de grote metaalkokers die nu ook goed zichtbaar zijn. Ja, zeg maar daar waar het geheel aan gedragen wordt. Ja, klopt. En dat gevoel wat wij hadden met onze molen, toen zagen we in de landelijke literatuur dat er drie molens in het land de wieken zijn afgebroken. En van dezelfde firma waar onze wieken ook voor zijn, onze roede moet ik zeggen. Mm-hmm. Toen gaf het bestuur meteen de opdracht om de wieken te laten nakijken door een gespecialiseerd bedrijf. Ja. Met de röntgenapparatuur die met name de lastnaden gingen controleren. Mm-hmm. En toen bleek dat er in de lastnaden kleine scheurtjes zaten. Maar kleine scheurtjes kunnen grote scheuren worden. En de molenmaker die daarbij aanwezig was, die zei meteen, je moet niet meer draaien met de molen. Zet de molen stil. Ja. Want veiligheid voor alles. Dat hebben we dus meteen gedaan. En de molen staat stil. We hebben al de prachtige zeilen die we van de gemeente hebben gekregen voor Dordrecht 800 jaar eraf gehaald. Want die vallen dus weer wind. En afgelopen zaterdag hebben we de windenborden ook afgehaald. Waardoor nu de
de kans uitermate klein is dat iets afbreekt. Ja. Hoewel je dat natuurlijk nooit weet. Ja, maar in ieder geval al het mogelijke gedaan om dat risico daarop zo klein mogelijk te maken. Maar dat lijkt mij voor jullie toch een behoorlijke domper. Want volgens mij is het gewoon echt een operationele molen waar ook productie wordt gedraaid. Ja. En het is gewoon een bedrijf wat dat betreft. Het is een gigantische domper. Zowel in de praktische zin als emotioneel betekenis. Ja. Want we zijn een praktijkmolen die malen voor de Dordtse bevolking. Het heel echte volkorenmeel. Ja. Het enige echte volkorenmeel in Dordrecht. Dat is heel jammer. Maar we zijn ook nog een opleidingsmolen. Ja. We hebben 4 leerlingen die we tot molenaar opleiden. En dat is natuurlijk weer heel belangrijk in het kader van het werelderfgoed. Om dat te blijven stimuleren. Nou ja, het is dus dubbel. Dus als de molen niet draait, dan kunnen we onze huidige leerlingen slechts gedeeltelijk opleiden. Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer. Ook omdat dat ambacht, molenaar, is natuurlijk echt een eeuwenoud beroep. Wat volgens mij sowieso onder druk staat. Want er zijn natuurlijk steeds minder molens. Dus hoe mooi is het dat je dan toch jongeren kunt opleiden voor dat vak? Het is geweldig. Ja. En, het geweldige is ook in Dordrecht. En het is niet uniek, maar wel bijzonder. Dat wij een leerling hebben van 18 jaar oud. Een Marokkaanse man van 45 jaar oud. Ja. En 2 vrouwen die het molenaarsambt gaan of leren al ver gevorderd zijn, gelukkig. Dus het is jammer voor de molen. Het is ook heel jammer voor Dordrecht. Dus wij hopen, wat Marianne al aangaf, dat de Dordtse bevolking die de molen al behoorlijk in hun hart had, maar ook iets in hun portemonnee laten zien, dat wij weer zo snel mogelijk kunnen draaien. En zo snel mogelijk, dat betekent als we snel genoeg het geld bij elkaar hebben, ons eigen basisgeld en een subsidie, dat het maximaal in maart, april weer zou kunnen gaan draaien. Ja. En anders pas in het najaar. Dus jullie hopen nog steeds dat maart, april 2021 jullie weer operationeel kunnen zijn en het prachtige volkorenmeel via een aantal tussenstappen de mond van de Dordtenaar bereikt. Precies, maar misschien voor de volledigheid. Wij malen nog steeds. We hebben ook een elektrisch koppel, ook met officieel echte molenstenen. Ja. Waar we dezelfde kwaliteit mee kunnen krijgen als met op de wind malen. Ja. En dus we malen elke week nog steeds voor de bakkers en voor onze eigen winkel en de thuisbakkers. Ja, dus de productie is in die zin veilig gesteld, maar toch op een andere manier en niet met dat karakteristieke ambacht. Dus het gaat om de wind beheersen. Ja. Nou, gaan we nog even naar Marianne. Er is een actie gestart. Je zei al, de gemeente wil wel meewerken om die actie ook publicitair te helpen. Is dat al van de grond gekomen? Nou, kijk, er is, wat er gebeurd is, is dat we gelijk een rekening hebben nummer hebben opengesteld. En dat is omdat mensen al direct gingen roepen, waar kunnen we geld storten? Ja. Maar wij zijn bezig met het maken van een wat groter plan, waarbij we een Dordrecht brede actie op poten willen gaan zetten. Om eigenlijk, zal ik maar zeggen, de totale bevolking aan... Want wij bereiken nou natuurlijk ook maar een beperkt aantal mensen. En wij willen eigenlijk een grotere groep gaan bereiken. En aan die actie, daar gaat de gemeente ook zijn medewerking verlenen. Hoe willen jullie dat gaan doen? Ja, dat is dit nieuws weten wij amper 10 dagen. En, de hele tijd hoor. Dat, Nou, komt morgen een groep bij elkaar die zich gaat buigen over hoe dat kan. Je zou kunnen denken aan in de vorm van een loterij bijvoorbeeld. Maar het kan ook op een andere manier. Ja. En dat is nog niet duidelijk. Ja, maar zodra dat duidelijk wordt, dan treden jullie naar buiten toe. Dan kunnen we in Dordt Centraal, AD, Dordtenaar, allemaal op een stuk lezen. Om dat te bewerkstelligen. Ja, ja. Jullie kleine actie, die ik vooral via Facebook inderdaad zag. Ja. Wat heeft die al opgeleverd? Ik bedoel, is de respons
ook zo spontaan al... Ja, er is, zal maar zeggen, er wordt, wij hebben natuurlijk donateurs. En die zijn ook aangeschreven en die hebben al geld gestort. We zitten nou ongeveer, ik weet niet de allerlaatste stand van vandaag, maar wij zitten rond de 2800 euro zo'n beetje nu. Ja, maar dus, dat is natuurlijk op... Dat enorme toch bedrag. Het grote bedrag wat nodig is. 100.000 euro is niet niks. Is dat nog maar een druppeltje? Ja, dat maar, klopt. Maar wel een bemoedigend druppeltje, ja, neem ik aan. Ja, kijk, en wij wilden ook niet wachten met tot die grotere actie gestart is. Want ja, je merkt ook aan onze vrijwilligers dat ze iets willen doen. Wij zijn wel begonnen met kleine aardige dingen. Er is op het moment bijvoorbeeld in zijn mondkapjes te koop met afdruk van de molen. En aan de andere kant staat er Kijk over de dijk. Mm-hmm. Een beetje ingeschoten op de tijd, corona, op de corona. Ja. En daarnaast komen er kaarten te koop. Maar dat zijn allemaal dingen die veel minder geld natuurlijk gaan opleveren. Dat is allemaal, maar alle kleine beetjes helpen, zeggen wij. Maar is het bestuur optimistisch dat we inderdaad maart, april 2021... die molen weer operationeel hebben, of maak je je zorgen? Ja, ik maak me wel zorgen. Ik zit natuurlijk in de rol dat ik me ook heel erg verantwoordelijk voel dat dit weer zo snel mogelijk gaat gebeuren. Dus middelen zijn wel heel belangrijk. En het is bekend, en dat weet ik dan ook van Peter, dat bijna geen enkele molen in het normale proces winst kan draaien, zal ik maar zeggen. Er moet altijd gewoon ook al geld bij. Ja. Dus wij zijn erg afhankelijk ook in de loop van de tijd van giften, et cetera. Dus, dus dan komt er nu zo'n klap overheen en dat is wel heftig. Oké, en nog even voor de kijkers en de luisteraars nu thuis. Waar kunnen ze jullie vinden, dat rekeningnummer vinden? En als ze al besluiten van, wij gaan iets overmaken, iets meer dan die 50 cent uit jouw rekening. Waar kunnen ze terecht? Ja, het is zo dat rekeningnummer, dat weet ik, had ik uit mijn hoofd natuurlijk moeten leren. Maar ik heb wel vinden. Hier een foldertje. En ik weet niet of je op die afstand dat rekeningnummer kan zien. Dat maar, denk ik niet. Dat denk ik niet, nee. Maar ik heb mijn bril niet op, anders dan zou ik het wel kunnen lezen. Maar het is in ieder geval op Facebook te zien, Molen Kijk over de Dijk. Facebook, Molen Kijk over de Dijk, website? Ja. Website, Kijk over de Dijk, Google... Kijk over den dijk. Ja, je vindt alle... En we zitten ook op Instagram, dus... Marianne, ik ga afscheid nemen van jou. Nog even naar Peter. Je draait nu nog met dezelfde capaciteit of kleiner met die elektrische voorziening? Of? Het verkoren meel met dezelfde capaciteit. We hebben de bloem. Onze specifieke bloem wordt geminderd, omdat dat veel trager gaat. Ja. Dus dat is een ietsje minder. Dat hebben we gecompenseerd met een collega-molenaar, ook een ambachtelijk korenmolen, die voor ons voorlopig wil blijven draaien. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes. Bedankt. Ik hoop echt van harte dat Kijk over de Dijk in maart, april 2021... weer volop kan draaien, dat die schermen op de wieken ook weer vier in top staan, zal ik maar zeggen. En dat het plaatje op de Noorderdijk weer compleet is. Succes daarmee. En heel fijn dat je met iemand vanuit jouw bestuur ook dit verhaal hier vanochtend bij Weekend Magazine hebt willen doen. Dus mooi. Dank je wel daarvoor. En we komen graag terug. Als alles weer draait, dan spreken we elkaar weer een keer.